We staan hier voor de allerlaatste keer op de Dongerse kermis. Vanavond om 11 uur zal het spectaculair afgesloten worden met vuurwerk. En wij gaan nog even een rondje lopen. Ja, we staan hier midden in Park Vredeoord, waar vanavond het vuurwerk afgestoken wordt. Naast mij staan de twee mannen van het vuurwerk. Vindt u zelf de kermis leuk? Nou, ik ben er zelf nog niet op geweest, want we zijn nog druk geweest met voorbereiden. Maar misschien dat we daar ook nog even een rondje doen, als het vuurwerk afgelopen is. We moeten nou bij de bus blijven, dus vandaar. Wat voor soort vuurwerk heeft u allemaal bij voor vanavond? We hebben vanavond het soort vuurwerk bij ons wat de doorsnee mens gewoon met oud en nieuw in de winkels kunnen kopen. Alleen dan wel door wat grotere uitvoeringen. En de kleinere uitvoeringen die laten we altijd achterwege. Omdat we met bepaalde veiligheidsafstanden zitten. En je zit nu eigenlijk midden in een dorpskern. Kun je niet groots uitpakken. Maar dan ben je beperkt met het soort vuurwerk. En dat is aan het consumentenvuurwerk. Maar het is vandaag geen 31 december. Is het dan wel legaal om je vuurwerk af te steken? Voor ons wel. Wij hebben een speciale vergunning gekregen van de provincie, van de burgemeester, toestemming van brandweer, politie. Dus dat is allemaal dik voor elkaar. Voor hoeveel geld wordt er ongeveer vanavond in de lucht geschoten aan vuurwerk? Dat zal rond, wat is het? Ja, goeie. Compleet budget denk ik 1500 euro ongeveer. Dat verschilt een beetje. Dat is op elke locatie weer anders. Afhankelijk wat het budget is van de kermis of de Oranje Vereniging of wat dan ook. Dus, maar dat is zo'n beetje een gemiddeld bedrag wat altijd besteed wordt. Hoe lang duurt de vuurwerkshow vanavond ongeveer? De vuurwerkshow zal ongeveer 10 minuten duren. We staan hier voor de XXL bij deze twee dames. Hoe heten jullie? Maud. Nina. Zijn jullie dit jaar al in de XXL geweest? Ja, en vorig jaar ook heel vaak. Ja, en vorig jaar ook. Hoe vaak? Twee en vorig jaar zes. Vorig jaar één keer en dit wordt nou mijn vierde keer. Vinden jullie de XXL niet eng dan? Nee, ik vind het de beste minuten van mijn leven. Ik vind het echt gewoon gaaf. Hoe hoog denken jullie ongeveer dat die is?
Ik heb wel een bordje gezien en volgens mij was het 85 meter. Dat is wel hoog, hè? Ja, ik dacht dat het ook iets hoger was. Nou, veel plezier. Dank u wel. Dank u. Hier de nieuwste reisartikelen. Zeg het eens. Bij welke attractie staan we hier? De Hoopla XXL, het nieuwste spelletje uit Italië. Dus dit is ook het eerste jaar dat u hier staat? Wat? Ik verstond de vraag niet. Dit is dus het eerste jaar dat u hier staat? Het eerste jaar, ja. Dat wij hier staan. Wat voor prijzen zijn er bij u allemaal te winnen? Icewatches, telefoons, kleine kinderartikelen, waterpijpen. Ja, alles wat hier eigenlijk op die toren staat, op die mooie toren. Wat is de mooiste prijs die u heeft? Nou, dat is de iPad, hè. Daar zijn ze helemaal gek op, hè. Oké. Okay. Natuurlijk ook. De tablets, hè. Dat zijn ook hele mooie prijzen, hè. En worden die veel gewonnen? We gaan er regelmatig eruit. Oké, okay, dank u wel. Goed zo. Ja, was het dan. Gooi hem met die ringen. Hier, dames, de waterpijp. Zal ik je mee niet vragen, dan pak je mij spelen. Premier's BMW en hier de nieuwste reisartikelen. We doen eerst een proefschot om nog wat mensen van de kermis te lokken. En dan 2-3 minuten later beginnen we met de show. Oké. Fijne show. Succes. Dank u.
Ja, dit was de kermis alweer voor dit jaar. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.